Hallo en welkom weer bij een nieuw videoles van Fuberta. En deze keer gaan we kijken naar opgave nummertje 2 van het eindexamen HAVO 2013 tijd vak 2 wiskunde B. En de vraag is bereken in 1 decimaal nauwkeurig het jaarlijkse groeipercentage van het wereldwijd door windmolens geleverde vermogen dat uit de gegevens volgt. Nou, ik heb hier allerlei gegevens, maar ik ga gewoon simpelweg werken met de getallen die hier in de opgave staan. Namelijk in 1993 was het wereldwijd door windmolens geleverde vermogen 2900 megawatt. Dus daar gaan we. 2900 megawatt. En in 2011 komen we uit op 23.000. Ik moet het natuurlijk even in een mooi getal zeggen. Maar goed. Dit is wat we hebben staan. Dan kunnen we al zeggen dat de groeifactor over een tijd van 18 jaar... Is dat 18? Ja, ik doe het nu gewoon lullen. Over 18 jaar is de groeifactor nieuwe waarde gedeeld door de oude waarde. Dus de groeifactor is dan 2900 is 82,41. Maar het probleem is, ik moet de groeifactor voor 1 jaar vinden. En dat kan ik eigenlijk heel snel doen. Namelijk met de formule groeifactor tot de macht nieuwe tijd gedeeld door oude tijd. Dus eerst hadden we het over 18 jaar en nu hebben we het over 1 jaar. Met deze standaardformule krijg ik in 1 keer de correcte groeifactor per jaar. En dat betekent, ik heb dan een groeifactor van 1,278. Maar ik moet niet de groeifactor hebben. Ik moet het groeipercentage hebben. Dus dan kan ik nu zeggen dat ik een 127,8% groei heb. Maar dat klopt niet helemaal, want die 100% die moet ik weghouden. Als we het over een groeifactor hebben, dan hebben we het eigenlijk altijd over het aantal procent min de 100. Er komt 27,8% bij per jaar. Niet 127,8, want dan heb ik ook het oorspronkelijke getal meegeteld. Goed, dan hebben we de opgave gemaakt. Dan gaan we nu verder kijken naar het antwoordmodel. En in het antwoordmodel voor de groeifactor G per jaar geldt G tot de macht 18 is 293.000 gedeeld door 2900. Is 1 punt waard. Beschrijf hoe hieruit G gevonden kan worden. Nou, er zijn verschillende methodes. Is 1 punt waard. En uiteindelijk het groeipercentage opschrijven is het laatste punt. Dit was opgave 2. Ik ben Jan-Willem van Fuberta.nl. Ik hoop dat je weer iets aan deze uitleg hebt gehad. Like deze video als je er echt wat aan hebt gehad. Kijk nog eens bij het kopje donaties om te kijken of je misschien een paar euro kunt geven. Ik weet dat het een soort bedelen klinkt. Maar ik heb hier meerdere uren tijd in zitten en af en toe wat betaling voor. Vind ik ook leuk. Goed, in ieder geval bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.